Maar dan, we verliezen vandaag helaas met 3-1 van RKC Waalwijk. Maar je maakt wel je debuut. Een ontzettend mooi moment. Hoe heb je het ervaren vandaag? Ja, zeker. Dat is een mooi moment. Al het harde werk wordt beloond nu. Maar ja, helaas niet tevreden met het resultaat. Nee. Had je het zien aankomen dat je vandaag mocht debuteren? Ja, ik hoorde wel een aantal signalen. Waardoor ik dacht van, het gaat misschien lukken vandaag. En uiteindelijk is het toch gelukt. Ja, wanneer was het moment dat je hoorde van de trainer dat je in ieder geval mocht aansluiten bij de selectie? Ik werd vrijdag gebeld. Ja, vrijdag had ik gebeld. En, ja. En wat zei hij toen? Hij zei gewoon van, ik wil dat je komt trainen bij ons. En dat je aansluit bij de wedstrijdselectie. Ja, wat dacht je toen? Ja, gewoon een heel trots gevoel natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en dan sta je zo langs de zijlijn, dan loop je warm. En dan, wat denk je dan? Ja, gewoon mooi altijd publiek. En ja, eigenlijk die droom die uitkomt. Ja, is gewoon een heel trots moment voor mij. Ja. Hoe vind je dat je het hebt gedaan vandaag? Je kreeg een aantal minuten. Ja. Hoe ging dat? Ja, ik denk dat ik wel aardig kwaliteit heb geleverd. Gewoon. En wat ik deed, deed ik wel goed, denk ik. Alleen ja, het was natuurlijk kort. Ja. Is het lastig om in zo'n wedstrijd waarin je achter staat, waarin je het publiek misschien ook niet helemaal mee hebt, terecht dan wel onterecht, om te debuteren? Is dat lastig? Ja, zeker lastig. Je wil natuurlijk dat het publiek met je is en niet tegen je. Maar ik denk, je moet niet naar hun kijken op dit moment en gewoon zelf je ding doen. Ja. Hoeveel reacties heb je al gehad? Ja, wel een aantal. Ja. Stroomt die binnen? Je kijkt op je telefoon, maar stroomt die binnen? Of? Ja, zeker, zeker. Ja, en? Ja, is mooi toch? Allemaal trotse mensen. Ja, familie al trotse reacties? Ja, zeker, zeker. Zaten ze in het stadion eigenlijk? Ja, ook vrienden, familie. En nu? Ga je het een beetje vieren? Ja, jawel. Het is natuurlijk lastig omdat we hebben verloren, maar voor mij persoonlijk is het natuurlijk een trots moment. Dus klein, heel klein vieren misschien.